500 meter. Dit zijn de deelnemsters. Later in het programma nog de 100 en 300 meter. En de eerste rit gaat tussen de Nederlandse Herma Meijer in de buitenbaan. En op de binnenbaan Monique Gabrecht, de Duitse. De nummer 4 van dit wereldkampioenschap sprint. En toch een meisje wat al heel heel lang meegaat en al de nodige successen heeft geboekt. Herma Meijer teruggekomen naar in een heel diep dal te hebben gezeten. Naar Albertville geweest. En dat was voor haar eigenlijk al het hoogtepunt van dit seizoen. Goede start van Gabrecht, wat minder van Herma Meijer. We gaan eens kijken naar de tijden op de 100 meter die zo rond de 11 seconden en liefst daar natuurlijk onder moeten zitten. De opening 10.95 om 11.02. De opening is voor Gabrecht. En Meijer die in de buitenbocht heel goed meegaat. Brede slagen allebei. De slag van Meijer vooral. Maar ook Gabrecht die nu de buitenbocht heeft. En dat is op zijn 500 meter altijd natuurlijk wat beter. Komt wat gemakkelijker uit. Die doet het uitstekend. Gabrecht heel dicht langs het randje. Maar dat mag je ook van Herma Meijer zeggen. En gaat Meijer dan nu Gabrecht verslaan? Het begint er heel duidelijk op te lijken. Herma Meijer in de binnenbaan in de eindtijd van 41-21. En dat is zeker niet slecht na een rondje van 30-1. Eindtijd van Monique Gabrecht 41-29. Terwijl we naar de laatste meters nog even kijken van de eerste rit.